Het is een elektrische centrale. Er staan er zo verschillende in ons land die tezamen de stroomvoorziening verzorgen. Zo'n centrale is een indrukwekkende verzameling van stoomturbines, generatoren, leidingen, buizen, meetapparaten en isolatoren. Het is in deze fabrieken dat die geheimzinnige en onmisbare kracht wordt opgewekt, elektriciteit. Elektriciteit die van hieruit langs kabels en luchtlijnen naar stad en land wordt gevoerd. Voor de oorlog waren de centrales ruimschoots in staat om aan de vraag te voldoen. Na de oorlog is dat veranderd. De bevolking groeide, met als gevolg grotere vraag naar elektriciteit. Er kwamen steeds meer industrieën. Het verbruik van elektrische energie steeg. De uitbreiding van het elektrische net der spoorwegen deed de vraag nog meer toenemen. Voor de centrales die tijdens en ten gevolge van de oorlog niet konden worden vernieuwd of uitgebreid, is die vraag te groot geworden. Althans in de winter op de zogenaamde piekuren. Deze pieken moeten weg. En daar moeten we allemaal aan meehelpen, willen we straks niet met de brokken zitten. Meneer. Meneer. Ja, u meneer. Doe dat kacheltje nu uit. Piekuren. En mevrouw, piekuren. Om 9 uur mag het weer. En had u dat nou niet gisteravond kunnen doen? Och ja, het zijn allemaal maar van die kleine dingen. Licht uit achter u, meneer. Goed zo. Wij Nederlanders houden van schemerlampjes. Maar als we in de piekuren nou eens met z'n allen om de tafel gingen zitten, dat kan toch ook? En het spaart stroom. Ze zien het allemaal precies daar bij de centrales. Het Westerparkkwartier is weer aan het kacheltjes branden. En het centrum gebruikt ook veel te veel stroom en dat is... Ah, juist, zo is het beter. Want als we niet meehelpen, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat een hele stadswijk moet worden uitgeschakeld. En dan krijgen we deze toestand weer terug. Niet zo leuk. Het is alles maar een kwestie van een paar jaar. Overal in Nederland wordt namelijk hard gewerkt aan uitbreiding en vernieuwing van het elektriciteitsnet en ook aan de bouw van nieuwe centrales. Laten we in deze overgangstijd het daarom in de piekuren een beetje zuinigjes aandoen.